Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe Car Mukbang. De vorige keer was echt mega, mega succes. Jullie vonden het heel erg leuk. En vandaag heb ik een nieuwe gast, namelijk... Mie! Rebecca. En we zijn echt al een heel weekend samen. Superleuk. Echt heel leuk. En we gaan nu lekker eten. We hebben eten gehaald bij... McDonald's. We hebben allebei veggie burger menu. Heerlijk. Het ruikt is het zo echt goed. Ze zijn wel meer gevuld als jouw vorige keer, ja. Dat is erg. En we zeiden, we willen gewoon echt een goede muk. Ja, dit is lekker. Hier zit tenminste wat in. Heb je ook rietjes eigenlijk? Ja, die heb je al gekregen van mij. Niet. Ja? Oh no. Want ik heb hem er ook al in gedaan. Echt? Oh, lekker, kijk. En we gaan ook gewoon lekker meteen beginnen met eten. Ja. Ik vind het toch een beetje donker. Kijk. Ja, Maya zit in jouw ding. Oh ja. Oh. Lekker. We hebben patat en we zijn dus daarna naar de Burger King doorgereden. Want ja. Voor we jullie, vonden het niet genoeg. Voor jullie, maar eigenlijk ook voor onszelf. Ja, we hadden wel zoiets van, als we gaan filmen, dan gaan we het goed doen. Daar houden wij van. Dus we hebben ook nog mozzarella sticks van de Burger King. Ik ben zo benieuwd naar. Moeten we nu al een filmpje maken? Nu we nog heel veel is hebben. Is wel leuk, denk ik. En Twister, neem een Twister fry. Ik ben benieuwd of mensen, hou jij ook van die slappe McDonald's patat? Nee. Ik wel. Ik vind het zo lekker. Wel van McDonald's patat, maar wel knap. Maar deze zijn helemaal niet getwisterd. Hey, het zijn er 6. Maar daar heb ik 4. Van die cheese... Cheese nuggets. Maar waar zijn dan de mozzarella sticks? Ja, die had ik al laten zien. Oh, oké. Okay. Die zijn hier. Oké, hoe gaan we het tunnel maken? We moeten echt alles. Je moet lekker je saus aan het aflikken. Oh, kut. Dat mis ik nog. Heb ik alles nu? Ja. Ja? Oh my god. Nee! Hè? Waar? Hè? Jongens, er zit geen bovenkant op de burger. En we zijn al helemaal weg. Heb jij daar 2 bovenkanten? Nee. Oh! Hoe dan? En waar is de saus? Omdat je een bitch was net tijdens de drive-thru. Nee, toch? Ik nee, zei, dit mag kan ik echt niet. Alsjeblieft warm. Dit is echt erg. Dit is niet normaal. En dan ben ik weer aan het zeuren, maar... Nee, maar dit is niet normaal. Kom op. Geen eens saus, dat vind ik echt niet leuk, want ik wil wel saus. Een bovenkant boeit heb inderdaad veel saus nog niet. Op? Nee, echt amper. Jammer, ik dacht altijd ik wat saus eraf halen, jeetje. Nah, sorry hoor, maar dat is echt triest. Ik zei nog, we moeten checken, maar ik doe het dus nooit. Ik ook niet. Nou, oké, dat is mijn En als we daar nou echt voor de deur waren, dan hadden we het nog teruggegaan. Maar we zijn al een kwartier verder. Oh nee, wat erg. Ha. Eigenlijk zou je daarvoor moeten bellen. Valt er wat? Ja, met patat. Klaar? Ja, toch? Ja. Oké, nu gaan we lekker eten. Mmm. Dat is niet normaal hoor, die burger. Nee. Dat is echt vaag. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat een bovenkant er niet op zit. Nee, karma? Nee. Zou je ook bijna gewoon voor terug moeten gaan, maar dat kan gewoon niet. Het is een kwartier. Dingens, heb je die mozzarella al geproefd? Nee. Dat is wel chill, ik ga nu deze proeven. Zullen we alsjeblieft 1 stand naar voren gaan voor het licht? Echt waar. Wat naar voren gaan? 1 standje naar voren. Echt, geloof me maar. Het is te donker. Ik heb mijn camera. Nou, ik zit al helemaal naar voren. Ik zit nu even ver. Hallo, je moet 1 standje. Dan zit het precies gelijk. Ja, maar ik zit toch gelijk hetzelfde met jou. Oh, oké. Ik denk niet dat het me nu gaat lukken met... Oh. Ik zie echt dat die donker is namelijk. Ja, ja. Oké, en ik ben dus ook mijn rietje kwijt. Ik heb honger eigenlijk. En die nuggets zijn heel chill. Ik had meer honger dan ik had verwacht. Ik ook. We hebben net een heel ontbijt gehad. Ja, het is beter. Oh ja, we hadden een heerlijk hotel ontbijt. We hebben namelijk in een hotel in Amsterdam geslapen. We hebben gevlogd allebei. Ja, ook. Vet leuk. Oh. Ik ga even mijn lekkere burger eten, maar weet je zeker dat je het rietje hebt gegeven? Mm-hmm. Hoe kan dat dan? Ik heb gezocht. Nee, dat weet ik echt zeker. Mm. Oh, lekker. Waar waren die ook weer voor? Voor die nuggets, toch? Nou ja, wat jij wil. Voor die, ja, ik denk voor allebei. Mm. Ik hou... Dit is lekker. ...van die slappe patat. Kijk, kaas en peper. Mm. Hou je van peper? Ja. Heel lekker. Dat is ook wel een leuke thumbnail, gewoon vreten. Mm. Vind ik leuker. I love it. Van de Burger King heel chill. Ik ben blij dat we dat erbij hebben. Maar de burgers vind ik niet lekker.
van Burger King. Ja? Nou nee, alleen de Whopper vind ik chill. De gewone euroburgers zijn echt niet chill. Nee? Mm-mm. En ik vind het lekker eten? Mm-hmm. De afwisseling is chill. Oh my god. Oeh, hij is lekker pittig, dat dingetje. Heel chill. Heel lekker. Ik vind die burger niet zo lekker nu. Nee, dit is echt een afknapper. Ook geen saus. Zal ik deze mayo erop doen? Ik denk dat het lekker is. Dan niks. Ja. Mm. Zie je ons eten wel? Ja, anders moet om en om met het rietje. Vind je dat goor? Nee. Oké. Okay. Het ligt er wel aan met wie ik het doe natuurlijk, maar ik vind het bij jou niet een vies idee. Oh, we moeten echt praten. Denk als we zo meteen klaar zijn, vind je hem. Nee, ja. Waar is die McDonald's zak? Daar heb ik ook al in gekeken. Oh. Schijten. We hadden vragen. Bij Kaap. Ik heb hem. Oh nee, dit zie je wel. Waar? In het vakje. Dat zie je wel. Ik wist dat ik hem gegeven had. Ah. Ik wist het. Ik heb alles gelijk. Oh, jij hebt vragen. Geweldig. Oh, dit is zo lekker met koffie. Cola. Hij is heel lekker. Je hebt zero. Ik heb dat nooit gehad. Hij is heel zoet. Ik dacht dat je zero totaal niet zoet was. Hij is lekker, hè? Hij is heel lekker. Heb ik wel zero gezegd? Ja, toch? Ja? Ja. Oh, Lotta, die was zo enorm druk dat ik wel ging praten. Maar uit mezelf met eten ben ik best wel rustig. Hoeveel kost de vakantie naar de Maledive? Ben je daar geweest? Nee. Ze bedoelt denk ik Lapland. Hè? Ik heb wel ooit gezegd dat Malediven heel hoog op mijn lijstje staat. Maar omdat ik daar niet naartoe ga, omdat het heel duur is. Oh, waarom? Dus ik denk dat dat het is. Maar je bent echt wel, reken maar op 5000 euro per persoon. Met hotel? Minstens. Ja. Duur zeg. Mhm. En dan was er een vraag. Zijn jullie ooit gepest op de basisschool? Oh. Ik nooit. Nou, ik weet dat... Bij mij één jongen had toen had gezegd dat ik dik was. Mm-hmm. En als je dat voor het eerst in je leven hoort, dan voel je je heel gepest. Ja. Toen ging mijn moeder ook helemaal met zijn ouders praten en zo. Ja. Maar het is nooit... meer op de middelbare. Ja? Ja. Maar jij ook, of niet? Nee. Oh. Nee, ik heb altijd gezegd, ik was altijd zeg maar echt het lelijke eentje van mijn vriendinnengroep. Altijd geweest. Oh. En ik heb echt een pestuiterlijk gehad. Ik zag eruit als iemand die gepest werd. En dat, ik zeg niet dat ik. Als een pester, dat je dat bedoelde. Nee. Maar het is ook niet dat ik denk, oh wat raar dat ik niet gepest ben. Maar ik zag er wel pestbaar uit. Uh-huh. Ik droeg zeg maar een blauwe broek met oranje schoenen en een roze trui. En op de middelbare is dat heel erg pestwaardig. Maar ik werd deze nooit tijd gepest. Nu, ja, ik denk dat het nu erger is. Oh. Maar ik droeg wat ik wilde en... Ik denk dat mijn innerlijk heel erg meespeelde, waardoor ik niet gepest werd. Ja. Want ik deed gewoon alsof het me niet kon schelen. Maar werd er echt om kleding gepest bij jou? Ja. Want ik had inderdaad ook, ik deed een shirt aan wat ik leuk vond, schoenen die ik leuk vond, broek, maar niet echt een combi. Nee. De combi was bij mij echt ver te zoeken. Mm-hmm. Oh, ik zit nu al een beetje vol. Oh, ik niet. We hebben echt veel eten, zeg. Maar ik vind dat wel heel leuk. Heel lekker. Vinden jullie dat ook veel leuker dan gewoon alleen maar een burger en patat? Ja, want daar zijn echt speciaal nog hier naartoe gereden. Mm-hmm. Om meer eten te kopen. Lekker man. Ja, maar echt lelijk van ze. Even zeggen, dit is McDonald's bij Ikea. Ja. Als jullie dit zien, stuur maar even een coupon op. Mm-hmm. Voor een gratis veggieburger. Minstens. Een jaar lang. Mm-hmm. Verder is het wel lekker hier. Ja. Zonde. Nee, maar heb je ook echt last gehad van het pesten? Ja, maar ik heb dat al best wel vaak in video's gezegd. Dus ik vind het wel zo stom het weer te zeggen, weet je wel. Ja, het is niet nieuw dat jij gepest bent. Nee. Maar was dat voornamelijk toch uiterlijk gerelateerd? Of dat je raar was of zo? Ja, dat ik dikker was. Maar wat iedereen nu tegen mij zegt, wat waarschijnlijk de oorzaak was, is dat ik dus hapte. Ik ging erop in. Oh, ja, ja. Dus iemand zei één keer, oh, je hebt een grote neus, oh, je bent dik. En ik meteen, nee. Vol er tegenin. Ja. En dan denken mensen, oeh. Mm-hmm. Die is leuk, die gaat erop in. En dat ben ik heel erg, ik ga altijd op alles in. Oh, ik ook. Ja, dat heb ik echt geleerd bij Ruben om het niet te doen. Dat scheelt. Maar wat ik wel kut vind, is dat mensen nu achteraf zeggen, ik heb het over pesten, zeg ik ben ook gepest. Zeggen ze, nee, joh, jij bent helemaal niet gepest. Je was gewoon een beetje emotioneel. Nou ja. En dat vind ik wel heel erg, want al was het... Niet heel erg, want ze zeggen, jij kan ook in elkaar geslagen worden en zo, dan denk ik. Maar ik heb het toch zo ervaren? Jij werd gepest. Ah.
Ja, het is gewoon inderdaad hoe je het ervaart. Ik viel echt buiten de groep, duidelijk. Mijn vriendinnen kwamen niet voor me op. Nee? Oh, dat vind ik nog het allerergst. Dan zijn het gewoon wat geen vriendinnen, hoor. Ik gisteren zei dat ik tegen ze zei van, waarom zeggen jullie niet wat? Dat ze dus zeiden, dan word ik ook gepest. Toen zei ik, dan hoef ik jullie niet meer als vriendinnen. Nee. Maar dat zijn dan ook geen vriendinnen te noemen, klaar. Maar ja, als je jonger bent, is dat ook moeilijker. Nu op deze leeftijd denk ik, doei, zijn er toch geen vriendinnen meer? Dat denken wij allebei heel snel. Misschien dat ik het te snel heb. Ik ook. Maar ik vind het ergens ook wel fijn. Want als je mij wat flikt en ik ben het er niet mee eens, doe je dat niet. Ja. Ja. En soms denk ik inderdaad wel, ik blijf alleen over. Ik heb zometeen mijn katten en mijn vriend en ja, dat is het. Je hebt wel mensen, maar... Oh jawel, nu echt nog wel. Ja. Ja, ik ga niet nu zeggen van, ik heb echt geen vrienden. Want ik heb er echt nog wel wat. En wat ik heel erg heb... Ik heb best wel gewoon... 4 vriendinnen die ik echt heel leuk vind. Maar ik geef eigenlijk zo weinig aandacht aan. Zodat ik denk, ik wil ook niet heel erg gaan investeren in meer. Want dan, weet je wel. Of het moet dus echt klikken. Wat ik nu met jou ga, dan denk ik van, oh, dat wil ik echt niet. Dan wil je wel wat meer, ja. Maar ik ga niet op zoek. Nee. Of zo. Maar ik denk wel dat ik zoek nog steeds echt een soort van de perfecte match inderdaad. Ja. Dat heb jij dus ook. Ja, ik heb inderdaad heel erg dan... Dan vind ik wel iemand, maar dat is bijvoorbeeld op een festival en je praat even met een persoon dat je denkt, oh, wow, denk je, oh, dat zou wij echt... zouden echt vriendinnen kunnen zijn. En dan zie je ze niet meer. Nooit meer. Nee. Maar waar ontmoeten wij ook nog? Oh, ik vind het heel lekker. Ja? Oh. Ik hou echt van die slappe friet. Ik vind het zo lekker. Maar als het dus warm is, vind ik niet lekker. Jawel, ook wel. Oké, dat vind ik Maar dit vind ik echt lekker. En liefst gewoon 50 gelijk. Oh, maar dit heerlijk. Komt echt omdat we gewoon... Echt, ja, dat vind ik ook wel, maar als ze oud maken vind ik het niet lekker. Sommige zijn zo hard. Nou, heerlijk. Mijn zijn is heel slap. Heb dit soort proefjes? Oh, dat is jammer, ja. Je mag niet klagen bij McDonald's. Nee, mag niet. Vooral als je geen topje krijgt op je burger. Echt een saus. Wat heeft diegene gedacht? Waarschijnlijk afgeleid door iets en toen... Terwijl ik het niet snel, want ze doen altijd 2 naast elkaar. Dan doen ze burger, burger, tomaat, tomaat. Daarom. Express misschien. Ja, ik denk het. Of ze willen promotie in mijn vlog. Die dachten, oeh. Maar dan zouden ze het eerder positief doen. Dan zou je 2 bovenkantjes krijgen. Ja. Oh, ik eet heel snel. Ik ook. Ik ben echt aan het zuilen voor mijn leven. Wat is ontbijt? Ik had een ei. Ik had brood met tomatensaus, maar het echt super lekker was. Het leek echt een beetje op pasta saus. Heel pittig? Ja. Leuk dat jij daar ook van houdt. Ik had iets van 6 mini croissantjes op. Jij hebt alleen maar croissant met Nutella lopen eten. Oh, lekker van die kleine pakjes. Zo chill. Oh, heerlijk. Hoe vind je de burger trouwens? Ik hou hiervan. Ja? Ik vind het zo lekker. Maar ben je ooit in Walibi geweest? Ja, dat wel, sowieso. Heb je daar ooit de groenteburger genomen? Nee. Oh my lord, zo lekker. Is dat gewoon een restaurant of zo? Ja, je hebt op een gegeven moment zo'n restaurantje bij de El Condor of zo. Oh ja. Daar heb ik hem besteld. En die is echt de allerlekkerste die ik ooit gehad heb. Nou, dit smaakt wel net als die je in de supermarkt gewoon haalt, weet je wel? Dit is lekker, deze. Zouden we er meer van moeten hebben? Zet ze op. Ik heb er... Oh, hoeveel mocht je er? 3, toch? Ja. Ja, maar volgens mij 3. Jij ook? Oh, gelukkig. Ja. Maar dat heb ik eerder gedacht. Dat en later zo, ja, heb ik dus bijna gewoon alles opgegeten. En toen dacht ik, oh. Oh. Ik zou er zo meer willen halen, maar het is echt te veel. Lekker. En wij nog maar denken, we hebben helemaal geen honger. Inderdaad. Totdat het roken. Dit is wel een tip. Dit is dus 1,45 met die coupon. Ja, dit... Oh, heel sorry. Lekker. Ja, wat? Ik vind het helemaal geen moeilijke vraag. Nooit meer in een auto zitten of nooit meer op een fiets? Nooit meer op een fiets, want ik fiets al amper. Puur omdat je verder komt met een auto, maar ik vind fietsen heel leuk. In de zomer? Ja, ik vind het heerlijk, fietsen. Lopen haat ik. Ik ook. Als we misschien ze nooit meer lopen of nooit meer fietsen? Nooit meer lopen. Maar hoe dan? Moet je op nee, fiets maar je ergens bed? Naartoe, denk ik. Toch? Ik kan niet naar beneden fietsen naar mijn woonkamer. Oh, ik moet even koffie even zetten. Naar de wc fietsen. Nee. Moet ik ook kijken. Maar ergens naartoe. Hè? Ja. Helemaal vet. Ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen om aan YouTube te beginnen? Maar dit zijn allemaal vragen dat die zijn... ik al 100 keer heb gesteld, antwoord heb. Ja, ik niet zozeer, maar... Nou, zeg jij het maar.
Nou ja, ik had gewoon toen die tijd al een beetje mijn depressie. Ja. En ik moest me ergens anders op focussen dan op mijn zielig maar voelen. Maar je had wel je blog. Ja, dat ja. wel. Met mijn blog ben ik echt begonnen voor mijn depressie en mijn ja. verhalen. Ja. Mm. Ik moet nooit een hap nemen midden in mijn verhaal. Nee, dat doe handig. Ik altijd. Ik ook. Maar dan kan ik gewoon niet wachten met die laatste hap. En maar dan ik eet te snel nu, voel ik. Ik ook. Ik voel het echt zo'n steen. Oh, echt? Nou, wat ga ik wel sap drinken, hoor. Weet je hoeveel wij hebben gegeten vandaag? Ja, normaal. Heerlijk. Voor mij doen we het, hoor. Het was 1 uur. Of zo. Mm-hmm. 2 uur. Nee, oh ja, dus meer mijn depressie. En ik moest me ergens op focussen. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, video's lijken me ook wel leuk. En ik ben een beetje onzeker, dus waarom niet? Nou. Ja. En toen dacht ik, goh. Ook gewoon best wel spontaan. Deze, ik vind het burgertje nog lekkerst eigenlijk. Het is heel lekker. Ik vond vooral die nuggets lekker. Ja, maar het is niet echt, dan heb je alleen maar kaas, gefrituurde kaas te eten. Wow. Dit is een hele slechte dag. Qua? Eten. Mm. Mag toch wel een keer? Maar ik mag van mezelf nu niet gewoon normaal gaan avond eten, hoor. Mm. Ga ik sowieso denk ik niet doen. Dat is too much. Ja, ga jij met elkaar in je stappie. Ja joh. Morgen weer. Weet je wat we nou zo leuk vonden? Wij slapen natuurlijk in een hotel. Ik weet niet, dat gaan ze waarschijnlijk ook wel bij jou in een vlog horen. Hoe, wat, waarom. Ja. En mensen vroegen letterlijk aan ons, hoe lang kennen jullie elkaar? En toen dacht ik, oh dat vind ik zo leuk. Want we kennen elkaar echt nog maar net. Heel leuk. Oh ja, ik dacht, wat wil je nou? Ik had grappig, ik praat tegenwoordig in deze video best wel naar de camera. Jij ook? Ja. Met Lotte keek ik dus niet naar de camera. Mm. Maar ik vind het wel grappig. Ik vind het vervelend als je dat niet doet. Want ik denk dat mensen dat niet leuk vinden. Ja, laat even weten wat je vindt. Ja. Wil je gewoon dat wij dit bij doen? Bij Lotte was ik alleen maar... Maar wat het is, ik zag haar voor het eerst. Ja. Na 5 minuten ja, maar wij filmen. Eigenlijk wij, ook. Ja, maar wij hebben nu al uren gepraat. Ja, dat is waar. We hebben bij elkaar geslapen. We noemen nu ook dingen die we misschien al besproken hebben, weet je wel. Bij haar was alles nieuw. Dat is wel zo. Dus dat is misschien daarom anders of zo. Maar ik vind het wel benieuwd wat jullie chiller vinden. Ja. Want ik heb een keer een mukbang gekeken van iemand. Ja. En die deden eigenlijk net of de camera er niet was. Ja, dat en dus. Die heeft zoveel haat gekregen. Oh? Zoveel duimpjes omlaag. Dat ik echt denk van wow. Huh? Echt? Maar dat lijkt me ook niet gezellig. Het is toch veel leuker als we een beetje een vraag stellen van yo. Wat vind jij daarvan? Ja. Niet constant. Ik bedoel, we hoeven niet met elke vraag. Oh, en ben jij ook gepest? Mm. Dat is een hele andere video. Ook mijn boeren. Ja, ik ook. Mijn haar zie je al niet zo erg meer. Vind ik zo jammer. Oh, wat ben ik nou aan het doen? Vragen. Maar deze video wordt denk ik niet zo heel lang, maar ik vind dat wel oké. Okay. Ja, toch? Want ik vond die andere had ik 2 uur kunnen maken. Wow. Ik moet wel even wat doen met die vragen. Wat zou je hobby zijn geweest als er geen YouTube was? Mijn blog. Ja, voor mij mijn blog. Ik wilde altijd een blog, maar ik mocht het van mezelf niet. Omdat ik wist met mijn ADD en zo dat ik dan te veel zou gaan focussen. En je gaat sneller denk ik een artikel schrijven ja, dan filmen. Want filmen moet je alles klaarzetten. Je moet je opmaken, je moet een mooie setting, licht. Een blog maak je soms op een foto, maar hoeft niet eens altijd. Je kunt over jezelf schrijven. Mm-hmm. Gewoon een oude foto gebruiken. Ja, daarom. Dus ja. Dat wilde ik heel graag, maar dat mocht ik niet. Maar anders was mijn hobby, dan zou ik acteren weer. Oh ja, dat zou ik ook wel willen doen hoor. Ik heb mijn hele leven gedaan. Ik hoor ook heel vaak van mensen dat ik dat zou moeten doen. Ja, dat is zo leuk. Ja, ik kan bij wijze van ook gewoon op commando janken. Ja. Ja, daar heb ik echt geen moeite mee. Ja. Ik heb tot 3 jaar geleden ben ik gestopt of zo. En nee, Ruben zegt nog wekelijks, ga alsjeblieft terug naar je acteerschool. Maar ik heb er geen tijd voor. Nee, dat kan je nu niet erbij hebben hoor. Maar ik zou zo graag in een serie willen spelen. Oh kijk, ik hou hiervan. Lekker klef en oud. Heerlijk. Ik hou van klef en oud. Vet. Daarom ga ik met Mitchell. Klef en oud. 28. Oh, je 26. Ik ben nu het oud hoor. Nou, ik pest hem er altijd mee dat hij oud is. Maar bij jou zou het dus je blog zijn. En anders buiten dat om. Heel veel mensen sporten? Hebben geen hobby's, hè? Echt? Eeuw. Nee, dat denk ik niet. Ik doe het omdat het moet. Vind je het wel leuk? Niet meer. Eerst wel. Er is een tijd geweest. Toen je fitter was. Ja, precies. Het is een tijd geweest toen ik het echt... Als ik dan niet ging op mijn sportdag, vond ik het echt niet leuk. Toen dacht ik, oh, ik moet sporten. Met een soort verslaving? Ja, als ik dan op woensdag zeg maar wat ging doen met vriendinnen, toen dacht ik, oh, maar dat kan niet. Kan het ook morgen, want... En dan ging ik een smoesje verzinnen. Dan had je ook een sportdag. Maar ik wilde gewoon sporten. Ja. En dat kon niet. Dus dat vond ik wel heel vervelend. Ja. Maar dat is wel leuk, want dat is een vraag die ik nu heb. Wat is je favoriete plek om je gedachten te verzetten? Voor mij is het echt vraag. Een sportschool.
Omdat ik op dat punt mezelf aan het uitputten ben. En ik heb muziek op. Ik ben helemaal in mijn eigen wereld. Ik ben niet zo van het gedachte. En in de auto. Ja. Als ik zeg maar boos ben of verdrietig. Ik denk ook wel in douche. Ja. In bed. Nou, in bed ga ik meer huilen. En in de auto, je moet opletten wat je doet. Maar ik hou ervan om muziek aan te zetten. Soms niet eens. En dan gewoon rijden. Ja. Maakt niet uit waar naartoe. Ik ga gewoon rijden. Ik vind het een moeilijke vraag, want ik doe dat niet bewust. Nee? Ik ben niet dat ik... Denk je wel eens, ik ga nu even mijn gedachten op een rij zetten of zo? Ja. Ik niet. Ja, maar daar schrok ik toen wel van. Toen ik nog niet wist dat ik een depressie had. Ja. Toen ben ik midden in de nacht, dat was 2:30. Ben ik opgestaan. Ben ik in de auto gestapt. Ik ben weggereden. Mitchell, die had echt zoiets van, wat ga je nou doen? Mm-hmm. Maar ik wist het niet. Oh, wat eng. En ineens tijdens het rijden werd ik een soort van, kwam ik bij bewustzijn. Dat ik dacht, wat ben ik nou aan het doen? Dat is gevaarlijk ook. Ja, alles ging gelukkig wel goed. Toen zag ik 15 gemiste oproepen van Mitchell. En toen dacht ik echt, oh mijn god. Oh. En toen stond ik op een parkeerplaats. En toen dacht ik echt, wow. Ik ben zo blij dat het goed is gegaan. Nee, ik denk wel dat ik wakker was. Wow. Maar ik denk dat ik zo ver in mijn gedachten zat. Ja. En omdat ik de auto een hele fijne plek vind, ging ik daar naartoe. Heel fijn, vind ik ook. Oeh, weer een boer. Ik heb echt heel veel boeren vandaag. Ik ook, maar ik zit een beetje vol. Ja, maar we hebben niet veel meer. Eigenlijk is het te veel eten. Nee. Jawel. Nee. Maar nu mag ik weer. Oh, iemand gaat nu eens een vraag stellen. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, dat kan niet op mijn video. Kanaal. Mijn kanaal mag dat niet. Wat wilde je vroeger als klein meisje worden qua beroep? Ja, dat weet ik dus niet meer. Ik juf. Ja? Wat vroeger drie. Al? Oh, wat leuk dat je dat dan ook echt bent geworden. En moeder. Ja, moeder had ik ook. Maar dat heb ik ook al verteld. Met Lotte ook al. Dus ik heb weer geen originele vragen. Journalist, actrice, nee. Denken jullie dat jullie ooit gaan trouwen en jullie zijn geweldig? Oh, lief. Thank you. Nou, denk je dat? Ik hoop het. Maar wil je het? Ja. Wil Mitchell het? Mhm. Oké, dus ja. Ik ook. Ja? Wil Ruben het ook? Wow. Of is hij niet helemaal romantisch? Hij geeft er volgens mij niet heel veel om, maar hij zou het voor mij willen. Ja. Maar hij is er niet tegen, zeker niet. Nee, precies. Maar lijkt het jou ook niet helemaal geweldig om voor het eerst jezelf in een trouwjurk te zien? Het lijkt mij zo bijzonder. Ik zou heel erg, denk ik, dat zou me het meest motiveren van alles om echt wat aan mijn lichaam te doen. Ja, dat denk ik dus ook. Om jezelf dan zo te zien. Maar tegelijkertijd lijkt trouwen me ook eng. Omdat je in het middelpunt van de belangstelling staat. Noem je dat zo? Dat lijkt me heerlijk. Nee, ik niet. Ik hou daar echt niet van. En dan denk ik lijkt me zo fijn juist. Dan moet ik daar lopen en iedereen kijkt. Maar als je er mooi uitziet, is dat wel leuk. Ja, maar ik voel mezelf nooit mooi. Oh ja. Dus ik heb dan wel zoiets en ik hoop dat ik dat dan wel heb in een jurk. Ja, ik hoop het ook voor je. Want een trouwjurk is wel magisch. En je voelt je dan wel... Ik zou echt alles aan doen dat ik me mooi voel die dag. En dan zou ik het heerlijk vinden, die aandacht. Ja? Heerlijk. Oh, ik heb meer zoiets van, oh nee, kijk maar niet. Maar misschien op een trouwdag wel. Dat ik dan denk, hallo, kijk naar mij. Ik hoop het echt. Oh, dat lijkt me echt heel gaaf. Maar ik vind het ook heel lekker om naar een bruiloft te gaan en te kijken naar de persoon die in het middelpunt van aandacht staat. Dus dat vind ik ook heel lekker. Ja. En echt te genieten voor die persoon. Ja, het is echt haar dag. Het is van hun, maar toch is het meer haar dag. Vind ik ook een beetje, ja. Oké, nu is mijn vraag. Ja. Oh nee, ik ben net geweest. Nou, nog even. Weer, wat zou je willen worden naast het beroep dat je nu doet? Heb wel gehad. Blog dan. Ja, hobby. Was een beetje een baan ook, hè? Ja, ja. Toch? Je oogschaduw is zo gaaf. Waar is die van? Ze bedoelt dus de oogschaduw van de filter. Het is een snapje. Dat is een filter. Ik vond zelf juist niet mooi. Nee, ik wil zeggen. Waren dit alle vragen die je krijgt? Kijk je Temptation Island en hoe Ja! Eerste seizoen dat ik kijk. Oh. Daarvoor heb ik het altijd, zeg maar, in mijn Jij hoofd ook stom overal gevonden. Haren. Ik ook, het komt van hun. Niet. Ja, overal zitten haartjes aan. Ik heb de hele tijd op mijn vingers inderdaad. Ja. Maar daarvoor vond ik het altijd stom. Terwijl ik het nooit gekeken had, maar in mijn hoofd vond ik het al stom. Ja. En dit seizoen ben ik het eigenlijk gewoon gaan volgen. En we zijn echt verslaafd nu. Ja, vind je dat ook leuk? Ja. Ik vond het geweldig, ik was zo'n fan, ik telde de dagen. Dit seizoen vind ik het dus saai. Dat is het eerste wat ik kijk, dus ik vind dit wel leuk. Niet, maar iedereen vindt het, Christina zo vindt het ook geweldig. In de ik hou er wel van, ja, ik vind het echt leuk. Ik ga die mensen ook gewoon een klein beetje haten. Ja. Dat ik denk, hoe kan je zo zijn? Doemig. Het is onaardig om te zeggen. Want ik denk, ja. Ja, maar dat vind ik juist wel heel chill om naar te kijken. Mensen hebben niet zoveel volgers, dan denk ik, doe je het eigenlijk ook daarvoor? Ik denk dat het wel. Dat je groter wordt op Instagram. Tuurlijk.
En ik vind het niet qua types, vind ik het geen influencer typeje, zeg maar. Nee, maar weet je wat het is? Je ziet heel vaak dat al die mensen die daar mee hebben gedaan, die beginnen later een vlogkanaal. Maar dat een gaat vaak bedrijfje of iets. Ja, omdat ze doorhebben dat het eigenlijk helemaal niet bij hen past. Ik vind dat je moet het echt willen. Ik vind dat je echt merkt, ik vind influencers een kut. Influencers geen leuke naam. Nee, maar is geen leuke naam. Maar je weet, je kunt het alleen worden als het in je zit om dat te doen. Klopt. Het is niet eens een talent of zo, vind ik. Maar het moet bij je passen. En als je op zo'n manier, je merkt, als ik hun op Instagram ging volgen, dacht ik ook, nou, saai. Ja, saai klopt. Nee, hoef ik niet of zo. Je moet het echt willen. Alleen maar gesponsorde dingen. Niet om inderdaad geld of... Mm-mm. Nee, maar mijn vriend... Nee, toch? Oké, we hadden een heel leuk... We begonnen echt lekker op de reef te raken. Nu heeft de camera dus echt heel lang niet gefilmd. Nee, dat zou wel balen. Maar we hadden het over influencers en dit, maar dat... Ja, we gaan echt niet opnieuw doen. Oh, de auto begint bezweet te worden. Ja, ik zag het al de hele tijd. Mm. Maar ik heb een hele leuke vraag. Oh. Wat vinden jullie het leukst aan elkaar? Oh. En hoe ging jullie eerste gesprek? Jeetje, maar dat vind ik nog een hele moeilijke vraag. We kennen elkaar ons wel, eerste maar... gesprek was niet een gesprek. Het was dat event van niks. Ik herinner me niet goed. Ik weet alleen dat ik dacht... Het was meer, hoi, wat leuk om jou een keer te zien. En toen gingen we eten, maar we zaten niet naast elkaar. Nee, en toen dacht ik, oh, ik vind jou leuker dan ik had gedacht. Ja, jij dacht dat ik minder leuk was, hè? Ja, ik dacht dat jij niet mijn type was. Dat hoor ik dus normaal niet. Normaal nee? Hoor ik alleen maar, ik dacht precies dat je zo was. Ja, en ik hoor alleen maar dat ik aardiger ben dan dat ze verwachten. Inderdaad. Want mensen vinden mij nooit aardig overkomen. Nee, ik dacht bij jou dus, dat zei ik... Dat zei ik dus al tegen jou, maar ik zeg nu wel veel dingen dubbel, maar dat maakt niet uit. Dat ik zei toch van, het kan ook dat jij anders bent dan wat ik denk. Snap dat je wel een bitch bent of ja. Zo. Nee, maar we hebben eigenlijk geen gesprek gevoerd. Nee. Hoe het ging is dat ik... Maar vertel ik nu alweer voor de derde keer voor mijn gevoel. Maar heb ik hier nog niet verteld. Nee. Dat is wel stom, want wij hebben nu zoveel gekletst. En nu ga ik dingen soort van dubbel zeggen. Maar ik word uitgenodigd voor dit event in het hotel. Wat ik helemaal geweldig vond. En ik ging... Heb ik in jouw video verteld? Ja. Nee joh. Wel, dat heb ik in jouw video verteld. Dat ik dus dacht... Ik heb heel kort wat verteld. Echt niet, ik heb het gezegd in de Get Ready With Me. Uh-uh. Wel. Ik zei, ik heb allemaal video's van je lopen kijken. Wel waar. Oh ja, dat. Kijk daarvoor maar even haar video. Ja. Dat is zeg maar, toen besloot ik om Rebecca mee te nemen, terwijl ik haar eigenlijk niet ken. En ik dacht, het voelt goed. En mijn vriend zei nog van... Ruben zei nog van, ik denk ook dat ik bij jou moet mijn vriend zeggen. En hier Ruben. Ja, maar dat vertelde hij ook aan mij. Dat hij twijfelde of hij dat wel moest doen. Ja. En hij gunt mij ook echt leuke mensen. Maar ik word heel vaak teleurgesteld. En dat vindt hij niet leuk, want hij houdt van mij en hij kan er niet tegen. Ja, snap ik. En toen dacht ik, doe het gewoon. Ja. En het was zo chill. Ik gaf je net ook een knuffel van, ja. Ik vind het echt gewoon... Het zit gewoon echt goed. En wat sowieso vind ik het heel fijn om iemand om te gaan die ook zeurt. Maar helemaal niet veel hoor. Het valt nee. Echt wel mee bij ons allebei, toch? Het lijkt erger. En we zeiden het een soort van eens over waar we over zeuren, dus... Ja. Behalve dat ik nu de patat koud niet lekker vind, maar... Stel, maar dat is een voorkeur. Ja, maar stel er is een vieze wc, dan zeg ik gatver, dat is een gatver. Dan is het gewoon vies. Het is gewoon goor. Ja, precies. En dat, maar je hebt dus ook mensen die zich daaraan ergeren. Ja. En dat is heel chill. En gisteren nou, we hadden het er ook over, dat zei ik ook al in jouw video, maar dat ik een hekel heb aan als iemand dus zegt, vind ik ook. Ja. En dat wij vriendinnen hebben getest daarop van, ken je die mag ik het zeggen? Ja, tuurlijk. Ken je die thee met frambozen en spikkels of zo? Ja, met dat witte zei, chocola. Ja, lekker. En hij bestaat helemaal niet. Dat heb ik ook gedaan bij vrienden. Ja, dat ik echt ging testen van, volgens mij praat jij mee met alles zijn wat er allergisch voor. En dat is heel fijn als je dat allebei hebt. Ja. Echt, maar wij hebben het nu oprecht. Wij zijn achter zoveel dingen gekomen. Maar ook wel dingen die niet helemaal hetzelfde zijn. Wat wel fijn is, dat we zijn geen clones of zo. Nee, maar... dat niet. Het is niet dat ik denk, wij zijn echt verre familie of zo. Heel veel zijn we ook heel anders. Maar het zijn bepaalde kleine dingetjes mm-hmm. die gewoon heel chill zijn als je die gelijk hebt. Maar daardoor had ik misschien dat ik bang was dat we niet zouden klikken. Niet dat ik daar nu aan getwijfeld heb. Oh, dan gaan we toch een partij takken verwijderen van die boom. Het waait echt heel hard. Het waait heel hard. We hebben geluk dat het niet zo herrie is. Nee, inderdaad. Net wel heel even. Ja. Maar wat zou ik nou kunnen zeggen? Ik ben het alweer kwijt. Nee, dat het ook daardoor juist niet leuk kan zijn. Oh ja, want wij konden ook allebei heel erg... Irriteren juist of zo. Of te heftig. Ja. Omdat wij allebei onze mening hebben. Ja. Wij hebben allebei onze mening. En we zijn best wel eigenwijs. Ja. Maar ik heb tot nu toe geen botsingen gehad. Wat we ook hebben, we zijn volgens mij ook allebei heel lui. Ja, ik zag onze hotelkamer binnen 5 minuten normaal. Chaos. En gewoon, volgens mij hebben we ook allebei echt wel een beetje onze eigen wil. Ja. En ik heb ook echt, als ik iets
iets wil, dan zorg ik gewoon ervoor dat ik het krijg. En jij ook. Ja. En dat is gewoon best wel chill, want ik moet me heel vaak zorgen maken om anderen. Dat ik moet denken, ik moet ook zorgen dat die ander het ook heeft. Zou je gewoon allebei gewoon lekker doet waar je zin in hebt. Klopt. En je het is dat... gewoon goed. Ja, het gaat niet ten koste van een ander. En dat gevoel vind ik heel chill, want dan hoef je niet egoïstisch te voelen. Nee. Nee, maar dat heb ik totaal niet gehad. Weet je? Dat is gewoon heel chill. En we gaan echt van heel persoonlijk naar heel leuk. We hebben echt de hele dag lopen kletsen. Ja, we gingen echt te laat slapen. Ja, maar ook echt geheimen, zeg maar, die ik aan bijna niemand vertel. Ja. En jij ook, wat gewoon echt... Het voelde goed om te vertellen. Heel chill is. Ik bedoel, vriendinnen die ik 14 jaar gehad heb, weten dingen niet eens. Mm. Maar het voelde gisteren gewoon zo... Ja, soms wil je... Normaal. Ook niet eens expres van je mag het niet weten, maar je hebt gewoon geen behoefte om het aan sommige mensen te vertellen. Dat je denkt, bijna niet ik gun, maar ik zei ook tegen Rebecca van... Je wil ook verhalen terug. Ja. Oh. Oh, daarom. Normaal maakt hij een geluidje. Ja, dat is deze dus. Heel. Wat zei ik nou? Dat je ook verhalen terug wil krijgen. Nu is de batterij leeg. Hoe zie je dat? Oh, maar ik heb een andere batterij. Maar die... Waar zie je dat? Want je wil ook wederzijds wat van de ander horen. Niet als een soort sensatie. Maar je wil niet alleen maar over jezelf praten. Ik vind een vriendschap is gewoon... Dat schept een band. Je durft dingen te delen. Of niet. Maar je wil ook weten van, hé, jij had dat en hoe gaat het daar nu mee? Ja, maar ook bijvoorbeeld, hoe is het met je vader? Ja. Of hoe is het met die of met die? Ik vind dat gewoon belangrijk of zo. Ja. En dan ben je ook op de hoogte van elkaar. Maar ook vind ik, dus wat ik al zei, dat het dan slecht gaat of zo. Dat je dan ook weer zegt dat het goed gaat. Gewoon op de hoogte houden van dingen. Ja, dat als je een relatieprobleem hebt van, oké, jammer. Ja, echt rot. Kan natuurlijk niet meer worden. Uh-huh. Braaf kanaal. Maar dan dat je later ook wel hoort van... Ah, het is eigenlijk wel weer goed en dit en dat. En dat je ook positieve dingen durft te delen. Want daar kan ik zo slecht tegen als mensen dat niet doen. Je moet niet alleen maar zeiken. Je moet ook inderdaad leuke dingen vertellen. Ja. Ja. Gewoon goed. Maar we hoeven niet na te denken. Dat vind ik heel lekker. Ja. Terwijl we elkaar echt nog niet helemaal niet kenden. Nee, dit is echt voor het eerst echt met z'n tweeën. En het is wel echt goed dat we dit weekend hebben gehad. Ja, hè? Heel leuk. Want wie weet hoe lang het anders had geduurd als we gingen filmen of iets. Want we zijn nu bijna 24 uur samen, zeg maar. En ik heb ook echt mensen waarbij ik denk, ik trek dat niet. Dat je al moe bent. Ja. Dat je denkt, oh, ik kan niet meer. Ja. Wil je nog door met vragen? Of ga ik de batterij wisselen? Ja, zullen we nog heel even door? Oké. Ik denk dat we aan het begin heel veel gegeten hebben, maar daarna wel hebben gekletst, toch? Ja, het begin was echt eten, want ik had toch meer honger dan ik dacht. Ja, het is toch ook een mukbang? Ja, precies. We hebben zoveel ontbeten. Ik zei, ik ga nooit meer honger hebben. Nou, ja, want jij had echt zoiets van, oh, ik kan echt geen mukbang opnemen nu. En ik dacht, oh, ik kan wel. Maar ik denk dat ik echt een beetje bekend sta om de eter. Ik ook. Ja, toch wel? Ja, maar ik voel me dus wel ongemakkelijk als ik dan bij allemaal van die meiden ben. Die niet en wij eten. Lopen met een heel groot... Het viel nu gelukkig mee hoor. Ik zag ook gewoon... Wat ik ook leuk vond, ik zag Lotte bijvoorbeeld. Die was ook lekker die had eten. Ook lekker een bord vol. En zij stond slank. Dus dan denk je misschien zo... Oh, misschien eten ze ook heel weinig. Maar kijk, tuurlijk, sommige mensen vinden het niet eens lekker. Dat kan ook. Kan. Maar ik ben wel op momenten geweest dat mensen echt heel weinig pakten. En dacht, jeetje, en dan kom ik hier. Dan ben ik al dikker en dan eet ik heel veel. En dan... Ja, maar als je ons borden vergeleek, dan was het ook totaal niet hetzelfde. Nee, helemaal niet. Ik had elk soort broodje gepakt wat er te pakken was. Ik had feta en... Ja, het wel echt een gezondere tour, hoor. Nou ja, is dat gezonder? Het is wat meer dan feta. Wat je normaal zou ontbijten. Maar het is niet... Mijn bord was echt ongezond. Gisteren had ik alleen maar sap. En het avondeten was heel gezond, hoor, gisteren. Klopt. We hadden iets heel goors. Nooit meer soep of nooit meer salade? Nooit meer soep. Nooit meer soep. Yo, mijn soep klonk echt... Hoorde je net? Ik floot. Swiss, ja. Terwijl, nee, ik floot. Ja, ik hoorde hem. Soep. Ja. Maar even, die vis van ons van gisteren. Nou, dat vond ik gewoon katten eten. Heb wat vragen naar Rebecca gestuurd. Oh, Julia stuurde dingen. Oh ja, die hebben we al gehad. Oh, wat zouden jullie als eerst kopen als jullie een miljoen kregen? Kusjes. Een huis. Ik wil een koophuis. Ik ga investeren in huizen. Ja. Je hebt mensen die niet meer hoeven te werken. In mijn familie ook. Ze hebben huizen. Ze werken die niet meer. Die verbouwen ze dan? Nee, zij kopen kanten klaar. Nee, ik heb ook wel de vriend van mijn vriendin die verbouwt huizen. Die knapt ze op en zo. Ook heel chill. Maar dit is gewoon puur huisjes kopen en verhuren. Maar het is wel werk. Ja, maar ik wil zelf heel graag een koophuis. Ja, ik ook. Dus vandaar dat ik gewoon eerst een huis voor ons. Maar zou je één groot miljoenenhuis kopen? Nee. Of een normaal huis en nog wat erbij? Wel vrijstaand. Ja. Maar ik hoef echt niet een kasteelachtig groot paradijs. Nee, ik wil wel... Paleis. Wat ik heel lekker vind is sowieso 2 slaapkamers. Ik 3. Ik heb er nu ook 3. Ja, ik wil nooit meer kleiner. 3. Maar ik vind 1 slaapkamer echt niet genoeg. Nee. Ook als je voor de toekomst denkt. Ja. En ook een extra... Ja, ik bedoel 2 slaapkamers, zeg maar, als je met de tweeën bent. Dus komt er bij eentje bij nog een kamer. Ja. Dus echt ieder een slaapkamer wil ik eigenlijk.
En het liefst nog een extra kamertje waar ik kan YouTube, waar ik kan gamen. Ja, precies. En dat vind ik echt... Dat kan ook een soort cave. En... Maar de meest basic huizen hebben dat. Ja, wij hebben nu ook 3 slaapkamers en het is echt heel fijn. Jij hebt een heel chill huis. Wij zijn qua eerste huis te verwend. Ja, maar wat jullie voor betalen is echt wel goed. Ja, klopt. Heel veel mazzel. Je hebt mensen die wonen op 40 vierkante meter in Amsterdam daarvoor. Ja. Maar ja, dat zijn keuzes die je maakt. Tuurlijk. Wij hebben geen perfecte ligging. Hey Charlotte, ik heb best een lastige huid. Maar de producten die jij gebruikt in je nieuwe video, zijn die ook bestemd voor een gevoelige huid? Oh, dat is een beetje saai. Niet echt video. Een lukbang. Nee. Iemand vraagt, wat vinden jullie het leukst aan jullie vriendjes? En wat ik leuk vind aan Ruben is dat hij gewoon echt heel grappig is. Ja, ik vind Mitchell echt heel lief. Ja, dat is wel fijn. Hij is zo lief voor mij. Dat mis ik nog wel eens. Oh, hint. Nee, zeg maar na het eten. Het zijn de kleine dingetjes die ik heel lief vind. Na het eten zet hij koffie. Hij vraagt het niet eens. Hij zet het. Ja. Of dan ga ik in bad en dan komt hij thee brengen. Ja. Oh, en dan kan ik echt, dat ik echt denk, oh, dat vind ik heel zo lief. Het gaat van nature bij hem. Ja. Want mensen zeiden in het begin, oh, dat is nu omdat jullie net een half jaar gaan. Maar we gaan al 3 jaar en hij doet het nog steeds. Ik was dus zo. Ja? Ik maakte voor Ruben, stond ik met hem een wekker om broodjes te maken. No. Hij vond het vervelend. Ja. Hij heeft iets van, laat me lekker. Ja? Het is ochtend. Oh. Leave me alone. Ja, precies. Maar vaker had hij iets van, nou, hoeft niet, weet je wel. Ja. Ik ben er een beetje mee gestopt. Dus bij mij was het wel een beetje een beginnersding. Ja. Ik ben toch wel vaak lui. Ja, en ik had meer zoiets van... Tenminste, wat ik zou hebben, als jij in bad gaat en je wilt thee, dan neem je thee mee. Ja. Maar ik ga ook niet met de intentie nu naar in bad van, oh, hij brengt me straks toch wel thee. Ja. Nee. Hij hoeft het ook niet altijd te doen. Wat ik wel belangrijk vind, is stel ik zit op de bank en hij staat, dan moet hij, en ik wil even iets hebben, dan moet hij het even pakken, want hij staat al. Dat doen wij wel. Maar dat heb ik ook. Of dan ga ik een hint zeggen van, moet jij nog naar boven? En dan zegt hij, nee, wat heb je nodig? Ja, maar onesie. Ja. Dan gaat hij het halen. Ja. Ja, ik vind hem gewoon heel lief. Ja, zijn vriendjes ook. Dat doet Ruben gelukkig ook wel. Maar jou, die van jou doet het denk ik iets meer uit zichzelf. Ja, dat wel. Dat is wel leuk. Maar ook altijd inderdaad standaard als hij naar boven gaat. Heb je wat nodig? Ja, handig. Hoef je niet nog een keer. Ik heb wel, als ik in de supermarkt ben bijvoorbeeld. Ik ben iemand die altijd lekker eten regelt. Dus ik neem altijd lekkers voor hem mee. En dat is wel heel lief. Maar dat is ook omdat ik dat zelf leuk vind om te doen. Maar dat kunnen ze echt wel... Blij? Ja, dan is hij heel blij. Gewoon dat je het spontaan meeneemt. Je laat het dan vaak ook liggen. Dan denk ik, oh, echt? Je moet het echt opeten nu. Ja, je hebt het speciaal voor hem meegenomen. Oh. Maar ik doe het dan misschien te vaak. Ja, dat zou wel kunnen. Ik doe het niet elke keer boodschappen halen of zo. Dat ik denk... Oh, het is ineens een keer aan die vis van gisteren. Eeuw. Maar laatst kwam hij me ophalen van Schiphol. En toen nam ik even een Starbucks voor hem mee. Want ik liep er langs. Yeah. En hij kon me wel helemaal ophalen. Mm. En dan denk ik, dan doe ik even zijn favoriete Starbucks. Ja, lekker. En dat vindt hij dan helemaal leuk. Dat is ook leuk. Geen haar of geen wenkbrauwen. Vindt Sabrina ook heel aardig trouwens. Ja, Sabrina vind ik ook heel lief. Echt heel leuk. Dat was ook de eerste keer dat ik haar zag. Ja, Sabrina is heel lief. Die vind ik heel lief. Mensen, we wel moeten afronden nu hoor. We zijn echt al maar iemand hoeft wel geen haar of geen wenkbrauwen. Ik wil geen wenkbrauwen dan. Want die kan je tekenen. Oh. Haar, dat doet zoveel voor mijn hoofd. Oeh, nee hoor. Ik denk dat ik geen haar zou willen. Ja, maar jij bent heel knap zonder haar. Als jij ben, strak een staart in doet. Ja, ik heb mijn wenkbrauwen meer nodig en jij meer je haar, denk ik. Kijk maar. Kijk even. Zie je het? Laat het zien. Ja. Het is wel hilarisch eigenlijk. Zie je? Zou jij hebt mooie wenkbrauwen, maar ik heb die donkere kleur nodig. Want als je een staart in hebt, lijkt het bijna alsof je geen haar hebt. Ja, daarom. Ik denk dat ik zonder haar... Ja. Als ik dun zou zijn, zou ik nog best zonder haar kunnen. Oh, dat denk ik ook. En als Lotte bijvoorbeeld nu heeft, weet je wel. Oh, mooi. Ja, ik hou er niet van, maar ze kan het wel goed hebben. Maar... Ja, ik kan dat niet. Nee, maar weet ik... Nou, dat komt omdat jij heel licht bent. Maar jij bent natuurlijk Ik heb er ook bijna geen strakke staarten in, omdat ik gewoon... Ik heb mijn haar nodig. Jouw grens valt ook toevallig wel mooi naar beneden. Maar jij bent ook gewend dat je wakker wordt met gewoon heel weinig wenkbrauwen. Dat is ook anders. Ja, dat ook. Daarom. Zullen we hem afronden? Ja, ik denk, we hebben ook helemaal geen eten meer. Mensen kunnen dat ook misschien vervelend vinden. Ik vind het een beetje zoetig geworden. We hebben nog wel heel veel vragen, dus sorry. En ik moet nog allemaal bewerken. Oh, heb je niet... nog heel veel vragen? Ja, ik heb nog veel best wel meer wat. Dan ik. Ja, maar jij pakt meer eten. Oké. De video van ons... De video van de Get Ready With Me staat hier in de beschrijving. De link naar Rebecca's kanaal ook. En we hebben dus al bij gevlogd. Dus die vlogs moet je ook zeker ook even allebei bekijken. Die komen later. Bij mij komt die later. Ja, bij mij ook. Oké, top. Ja. Dus ik hoop dat je het wel heel leuk vond. Het begon misschien een beetje langzaam. Maar we hebben al zoveel gekletst. Maar ik vond het in ieder geval heel ik leuk. Ik ook. Heel erg bedankt dat je in mijn video wilde zijn. Graag gedaan. Leuk dat ik mocht komen. Ja, hè? Oh. Poppen. Wat was dat? Die moet er sowieso uit. Dat was echt zo... Geit. Wij gaan even naar de wc. Ja, we gaan even de macro onveilig maken. Macro? Maxis. Oh.
En dan zet ik je weer naar zijn zonnetje af. Doe even jullie duimpje omhoog. En laat even weten in de reacties wie ik de volgende keer op moet pikken voor mijn karmic bang. Echt doen. Echt doen. En soms, je mag ook wel hele grote YouTubers noemen. Superleuk. Maar dat is niet echt haalbaar. Maar je mag het wel voor me regelen. Ja. Dus als je dan ook even hun schrijft, ja, dan kan dat gewoon. Nou, bedankt voor het kijken, jongens. Doei. Doei.